Yo, what up, champs? Welkom vandaag bij een gloednieuw interview. Vandaag sta ik hier naast de one and only Samuel Silverback Hoofdsapian. Om te beginnen, gefeliciteerd, bro. Thanks, man. Hoe voel je je? Ja, ik denk dat je het wel kan zien, man. Ik voel me echt goed. Je voelt je echt verschrikkelijk. Ja, ik voel me echt... Ja, ik ben dood, man. Ik wil naar huis. Dus doei. Nee, grapje. Ja, ik voel me echt goed, man. Dankjewel. Ja, het was een toppartij, bro. Het was toch wel kloot, want het was uiteindelijk een split decision, hè? Klopt. En ik zei het net ook tegen hem, het kon bijna ook zijn partij zijn, weet je. Dus nogmaals, alle respect naar hem. Het was echt een toffe partij, man. Striking-wise hebben we denk ik wel een leuk showtje op kunnen opzetten. Ja, zeker. Je zag ook het respect aan het einde. Even armpje om elkaar heen. Samen even langs die kooi lopen. Mooi om te zien, man. Ja, man. We zijn tegenstanders. We zijn geen vijanden van elkaar, snap je? God is groot. We hebben alleen maar liefde voor elkaar. We willen alleen maar groeien. We willen alleen maar laten zien wie de beste is. En that's it. No hate. Dat is het belangrijkste uiteindelijk dus. Ja, man. Want jij hebt ook een bloedneus aan overgehouden, zie ik, bro. Er is tot nu toe geen één partij geweest waar ik hem niet heb. Sorry, man. Wat is dat met jouw neus, dan? Wat is dat? Ik weet het niet. Ik moet hem eens een keer laten checken. Het is een idee. Het is een ideetje, inderdaad. Bro, ik zei het ook al tegen mijn team. Ik vond jou een beetje een gamzat, man, in deze fight, eerlijk gezegd. Ja. Ik weet niet, man. Ik denk dat gamzat iets gekker is dan ik, toch? Nog. Ja, you never know. Ik bedoel... Ik weet niet, man. Dat is wel een compliment, ik guess. Dankjewel. Ja, dat wel. Je zag wel echt aan jouw niveau. Je begint langzaam een beetje het pro-niveau aan te tikken, vind ik. Ik had het net ook al gezegd. Ik zei, ik ga het nog met mijn coaches over hebben, maar de volgende stap gaat toch wel zijn 2024 pro. Ja, man. Wat zijn jouw dromen dan? Wat is dan zeg maar echt de next step die jij wil gaan zetten? Kijk, een lange termijn doel is het hoogste haalbaar en dat is toch wel de UFC, hè? Iedereen wil daar komen, elke fighter. Maar we zien wel, man. We zien wel. Ja. Ik heb geen gekke doel van, oh, daar wil ik per se vechten. Waar goed betaald wordt en waar leuk de knok is, daar ga ik naartoe. Waar je de beste showtjes op kan zetten. Zo is dat, ja, man. Had jij misschien een gameplan voordat je deze fight inging? Ik had één gameplan en dat was het afstandsspelletje dominant zijn. Dus eigenlijk hem een beetje laten denken van, hey, wat gaat hij nou gooien? Gaat hij nou trappen? Gaat hij nou stoten? En instappen, hem stoten, wanneer ik het wil. Dus eigenlijk... ik het spel laten leiden. Dus ja, man, ik was de matador vandaag. Ja, maar jij was de matador. Dat vind ik mooi hoe je dat zegt, bro. De matador. Ik was de matador vandaag, ja. Dan moet jouw nieuwe fighter nickname worden, bro. De matador, eerlijk. Ik dacht dat het silverback was, maar matador is ook wel dik, hoor. De silverback matador. Hey, luister, ik... De meeste stemmen gelden. Laat mensen stemmen en ik doe het, weet je. Komt nu een poll in de video. Mensen, jullie moeten even gaan beslissen over zijn nieuwe bijna. Ja, doe dat alsjeblieft, man. Dan, wie weet. Broski, ik ga... Ik mag heel snel shout-out naar Niels bij Milena, mijn zusje. Haar nagelstudio, volg haar even op Insta. Please, dankjewel. Anders keelt ze me thuis. Nee, ga gelijk door, bro. Promoot gelijk iedereen. Dat was hem, man. Shout-out naar iedereen. Shout-out naar mijn heer Christus. Shout-out naar mijn team. Shout-out naar mijn familie. Echt, I love everybody. Love. Hoes! Thank you very much, brother. Hoes, sowieso, bro, geniet van het moment nog, man. Ga ik zeker doen, man. Ga ik zeker doen. Hoes. Champs talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs talk. Ouwe hoeren zonder rem op de knop. Champs talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs talk.